je aanraakt verandert in stront en wordt ja. Het goed dat jij de leiding neemt. Ja, nee. Hadden we maar een presentator. Ja. Dat is mijn vraag altijd. Ja, aanstaande week. Tot zover. Ja, in Tommy zit Wendy van Dijk. Normaal als een comedy show, heel snel. Ja. Om er leuk uit te gaan, maak even een grap. Oh, jeetje. Nou, je had nog één filmpje. Of werkt dat zo niet? Hartelijk welkom bij Poppenkast TV, aflevering nummer 6. Het wekelijks half uurtje satire bij Café Weltschmerz. Met het volgende format. 1 gastheer, 3 zelfbenoemde lolbroeken. En ik stel ze in sneltreinvaart aan u voor. Van links naar rechts. Chris van den Ende, Tommy Zwartjes, Koen Verhagen. Leuk mannen, we zijn er weer. Ja. Ja. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het publiek mag zich ook even laten horen. Ja, leuk. Ze zijn er alle 4 weer. Maar echt. Ja, ja. Weer uitverkocht. Ja, weer uitverkocht. Ja. Het was me het weekje wel. Ja. Zo. Wat zo. Heb jij meegemaakt, Chris? Rellen. Ja, maar ook iets persoonlijks. Zullen we even de groeten doen aan Janetwin? Ja. Ja, bij deze. Janetwin. Gozer. Leuk. Mooie foto. Niemand snapt dit. Ja. Wij wel. Oké. Okay. Ja. Het was met weekje wel rellen. Ja. Rellen. Rellen. Ja. Daar hebben we geen beelden van, want dat vinden we niet zo lollig. Nee. Je hebt het over Rotterdam, denk ik. Hè? Ja, ik heb het over Rotterdam. Ja. Ja. Ik heb wel zoiets iets van, ik had er graag bij willen zijn. Oh, aan welke kant? Aan de winnende kant. Ja, ja. Dat is meestal het leukste. Nee, maar ik zag een filmpje voorbij komen dat ik iemand die lag een vinger op straat. Een vinger? Een vinger, ja. Dat is wel heel toepasselijk, want het waren eigenlijk vuurwerkrellen. Hè? Dat was het mensen, echt waar? Mensen denken dat het coronarellen waren, maar het was omdat het vuurwerkverbod die dag was afgelast. Dus die vinger. Dat vind ik wel heel toepasselijk. Ja, er lag echt een bloeiende vinger. Dan hoorde iemand roepen, nou, nu kan ik niet meer PlayStationen. Dat vond ik echt, dat vond ik echt heel grappig. Oh, dit is ja. Gewoon weer een grapje. Nee, echt, serieus. Er lag echt een vinger. Er lag echt een bebloede vinger, ja. En dat is heel bijzonder, vond ik dat. Ja, ik heb, dat. Ja. Is de rest van het lichaam gevonden? Geen idee. Daar doen we nu een oproep voor. Ja. Vingers op het lichaam. Ja. Ja. Ik wil even beginnen, want wij hebben het vorige week gehad. Ik ben het boek vergeten, sorry. Oh, we hebben het al een paar keer gehad over Animal Farm. Ja. Vorige week zei jij uiteindelijk van, waar gaat dat toch over, dat Animal Farm? Ik zei toen het gaat over een boek van George Orwell, maar het had ook kunnen gaan over deze mensen. Kijk even mee. Ik denk dat het grote probleem in Nederland geweest is dat men toch vrij snel in september allerlei versoepelingen heeft doorgevoerd. En dat men eigenlijk het idee had, het is over, het kan allemaal weer. En dat is in feite niet het geval natuurlijk. Merk je ook in New York dat Amerikanen er anders mee omgaan? Ja, zeker. Ik vind hier is het mondkapjes dragen geen enkel probleem. En ook het hele 2G-beleid is hier heel normaal, zonder dat er protesten over zijn. Het is gewoon heel logisch, je bent gewoon gevaccineerd en dan mag je ergens naar binnen. Dus dat vind ik wel echt een wereld van verschil. Koen, jij kunt misschien duiden waarom ik dit Animal Farm noem? Ja, dit is een jaarlijks feestje van Nederlanders in New York. En dit is natuurlijk wel... all people are equal, but some people are more equal than others, weet je? Zo'n Ab Oosthuizen die dan even invliegt. Ja, met dubbele tong overigens. Met dubbele tong, zeker. Komt hij even? Dat was Appie. Precies. En dan ook dat commentaar van die dame van Buitenlandse Zaken. Dat het is allemaal geen probleem, dat 2G. Nou, natuurlijk, joh. Dat is toch geen probleem, gewoon mensen uitsluiten? Ja. Nee, maar, ja, maar ik vind wel dat wij doen er wel moeilijk over, vind ik, dat 2G. Ja, terecht, denk ik. Terecht. Dus. Ja, vind je dat maar, ja, wel. Nou ja, als je ziet, weet je, dit is echt typisch zo'n voorbeeld van het volk allerlei regels en beperkingen opleggen en zelf gewoon lekker je feestje vieren in de goddelijke gang gaan. Waarschijnlijk met een privéjetje die kant op. Zeker. Allemaal. Ja. Zeker. Je gaat niet in zo'n reis daar bij het vliegveld. Hou even dat 2G-ding vast, want ik heb zometeen een overtreffende trap hoor. Dus ja. Eigenlijk is 2G. 3G. Ja, 2G is eigenlijk een feestje, wacht maar, komt zo. Ja. Ja, Tommy, heb jij nog een leuke grap ingestudeerd? Want ging vorige week ook zo goed. Ja, nou, wat vind je van dit, zeg maar? Dat vind ik... Oh, wat goed dat jij de leiding neemt. Ja, nee. Hadden we maar een presentator. Ja. ruilen volgens ja, nou ja, maar wij opvalt, die interviewer, die is heel suggestief. Hè, want hij vraagt, of wat is zij? Of hij, die vraagt, merk je... Dat maakt niet meer uit over gestemd worden. Nee, maar daarom... Komen we ook op terug. Ja, nee, ik ga toch even mijn verhaal afmaken. Merk je, vroeg diegene... dat het anders is, in plaats van is het anders. Dus wij hebben alleen maar geleerd of diegene dat merkt en niet of het echt anders is. Ja.
Dus dat is alweer suggestief. Dat het anders is. Dat was eigenlijk al... Ja, maar dat zit in de vraag. Ja, dus dat, ja, is, dat is niet eens een onderzoek. Ik luister wel naar je. Ik lach niet vaak om je, maar ik luister wel. Nee, precies. Oh, ik begin ineens jou af. Ik moet Koen altijd... Je bent er een te vroeg. Ja. Maar, stoeltje opschuiven. Ja. Het mooiste wat ik vind, het is het feest van Peter Stuyvesant. En dat is de grootste slaafdrijver van Nederland. Dat is wel grappig. Dat is de man die heeft geld verdiend voor Nederland omdat je zwart van binnen bent. Met mensen die zwart zijn die voor hem werken. Ja. Dus het is echt een decadente dat dit kan het niet. Ja. En wat ik raar vind, waar is nou die Black Lives Matters en die Sylvana Simons en al die mensen die dan... Want dit is echt... Je gaat gewoon dit soort Sinterklaas voor de elite. Dit was dus ook een heel wit feestje inderdaad. Ja. Ja, dat is wel leuk wat jij zegt over Peter Stuyvesant. Want ja. We hebben volgens mij een jaar of twee geleden moest de Gouden Eeuw moest verdwijnen uit de schoolboeken en in de musea. Ja. dit is gewoon... Weet je, het enige wat ze missen is gewoon negen stuk cartoon plukken. Ja, maar het bal is ook anders. Het heeft ook een andere naam. Nee. Ja, en in New York is geen cartoon. Dus dat maakt niet uit. Maar dat is wel een briljant feest dit, zeg maar. Mag ik even die 2G, wat helemaal geen probleem is. In Duitsland kwam Jens Spaan. Dat is zeg maar de Hugo de Jonge van onze oosterburen. En die heeft inderdaad, die gaat terug naar 3G. En dan denk je, oh, dat is goed nieuws. Ik denk, als je dit gezien hebt, denk je er anders over. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Je hebt drie opties. Je bent dan wel geïnjecteerd, dan wel genezen, dan wel gestorven. Maar, 3G. Waar heeft hij gestudeerd? De SS-universiteit? dit is er één hoor, zeg maar. Hij mist alleen zo'n band hier, weet je? Waarschijnlijk wordt aan het einde dieses winters, wordt ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Ja, dan hebben we eigenlijk een veel vrolijker... Iedereen die zegt, nou, zo'n indirecte vaccinatieplicht, misschien is het toch een goed idee, want dan verleid je mensen om zich te laten vaccineren, zal ik altijd zeggen nee. Ja. Weet je dat nog, vorig jaar? Ja, indirect vaccineren, verleiden, ga ik altijd zeggen nee. Ja. Even voor de geschiedenisboeken. Ja. Maar Jens Spaan, die zegt dus, aan het eind van deze winter zijn mensen dan wel geprikt, genezen of gestorven. Zo. Ja, ik mis één. Ik mis 1G. Huh? Gezond. Oh ja, maar als je genezen bent... Ja, dus die optie zit er dus niet bij. Dus omdat je hebt genezen... Wij zijn dan uiteindelijk ook gestorven. Ja, maar niet aan corona natuurlijk. Nee, nee, gewoon omdat we natuurlijk gedeporteerd worden. Ja. Nee, maar Koen, als je genezen bent, ben je toch gezond? Gewoon. Ja, tuurlijk, ja. Feest zit, weet je. Moet je niet zo'n grote bek hebben. Ja, mag ik wat zeggen? Ja. Ja. Altijd op teken van de meester. Als je genezen bent, ben je toch gezond? Ja, maar dan heb je het wel niet... gehad. Hij gaat er dus vanuit. Dus hij gaat er dus vanuit dat iedereen het gaat krijgen. En de G van geen corona gaat ook. Ja, of griep. Oh, dat mag niet. Of nu wel. Nee, dat is glad ijs. Oh, weer een G. Weer. Zijn er wel veel? 16G wordt dit. Ja. Goeie. Ja. Gehaktdag, dat woensdag. Dat mag niet meer. Genezen, geprikt. Gedood. Goede jongen. Oh, nee. Gedood was iets anders. Gezelfmoord. Ja. Gezelfmoord. Maar daar ben je ook de G10, toch? Of niet? Oh. Ja. Daar zijn we ook constant toch eigenlijk mentaal voorbereid op deze tijd. Ja, zie je het. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Gedeporteerd. Dat is natuurlijk ook Pepijn van Houwelingen. Ja. Hij is terugkerend gast ook bij Café Weltschmerz. Hij zou overigens niet meer staan aan deze tafel, denk ik. Hij is rap van tong, letterlijk. En helder van geest. En hij had een fitty in de Tweede Kamer met Sjoerd Wiemer Sjoerdsma. En Pepijn van Houwelingen heeft al wel een idee waar het uiteindelijk met Sjoerd Wiemer Sjoerdsma naartoe gaat. Want uw misdaad... Niet uw... Oké, vierde voorzitter, de misdaden van meneer Sjoerdsma zijn inderdaad niet te vergelijken met de periode, omdat ze onvergelijkbaar zijn. Want ze zijn op een wereldwijde schaal, zoals we van de globalist van u kunnen verwachten. En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ja, uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen. Ja, maar zijn argument wordt wel sterk. Ze zijn niet vergelijkbaar omdat ze niet vergelijkbaar zijn. Dat is natuurlijk een enorm sluitend argument. Er is geen spel tussen te krijgen. Het is zo omdat het zo is. Ja, het klopt niet. Ja. Nee, omdat het niet klopt. Precies. Ja.
Zo is het. Ja, ja. Dat klopt. Dus, ja. Dat is een goed argument. Ja, maar ja. Over goede argumenten gesproken. We gaan even kijken hoe meneer Sjoerdsma reageert. Want die is natuurlijk, zoals dat een beetje de trend geworden is in de Tweede Kamer, enorm verontwaardigd. Kijk, de uitspraken van Forum, die zijn natuurlijk een dieptepunt. Maar ik zeg dat ik nog niet eerder mee heb gemaakt in de zaal, de plenaire zaal van deze Tweede Kamer. En ik ben inmiddels ruim 9 jaar Kamerlid. Sorry. Dat een collega van mij hier aan de interruptiemicrofoon staat met een bedreiging. De tribunalen komen is een bedreiging. Ja. Is dat een... Ja, ik vind het wel echt een hele mooie bedreiging. Ik hoop eigenlijk dat het een belofte was. Ja. Volgens mij is het gewoon een logisch gevolg. Ja. Maar het is echt... Als je, ja, ik zie jou in het tribunaal. Dan denk je, oh, oké. Okay. Ja, ik, voor mij klinkt dat een feestje. Ja, ja, ik, ja het klinkt... Tribune. Ja, ja. Tribune. Ja. Anaal. Ja, dus, samen. Ja. Groot feest. Het is eigenlijk gewoon een hele grote gangbang. Ja, Pepijn komt ook. Ja. Echt, top. Ja. Maar hij geeft, denk ik, Pepijn geeft ook aan dat wij de nette mensen zijn. Hè? We hebben een tribunaal. Dat is gewoon een grote rechtbank, zeg maar. Ja. Om veel mensen te horen. Dus die mensen, ze mogen gewoon verantwoording komen afleggen. Het is niet zo dat er gewoon een aantal mensen zo meteen die Tweede Kamer instormen en dat ze dan meteen op het Binnenhof gewoon een paar paarden aanbinden. En dat we gaan vieren delen. Oh, er komt eerst een proces. Ja. En dan pas vieren delen. Zeker. Ja. Maar is het tribunaal is wel dat er een doodstraf aan zit te komen voor je. Ja, ik weet het niet. Kijk, uiteindelijk moet de rechter dat natuurlijk bepalen. Maar volgens mij, als je de Nuremberg-code erbij houdt, dan is de doodstraf zou dan weer ingevoerd moeten worden. Ik weet niet of ik daar een voorstel heb. Dit stukje ga ik er met zekerheid uitknippen. Want Huig Plug maakte een veel minder directe verwijzing naar de dood. Ja. Een fotootje. Mm-hmm. Met een slechte grap, maar het was een grap. En die zit inmiddels in de gevangenis. Zo, echt waar? Ja, wegens bedreiging. Ja. En die was door honderdduizenden mensen gedeeld. Maar precies Huig Plug werd gearresteerd. Ja. Want dat was bedreiging. Dus en mij hebben ze buiten schot gehouden. Want weet je wat voor auto dat ervoor stond? Die foto. Was het jouw auto? Was het jouw auto? Heb jij er weer mee te maken? Was het echt jouw auto? Ja, jij bent echt een soort cancelpersoon. Een Volvo. Anders had je aanraak verandert in stront en wordt gecanceld. In stront. En alles wat je bedenkt mislukt of is plagiaat. Ja, of kom je uit mijn woorden. Ja. Ja, gaat lekker, hè? Ja. Ja, bedankt, Chris. Ja. Even terug naar Pepijn van Houwelingen, want er is nog een Kamerlid, nog zo'n inspirerend figuur, Jasper van Dijk. Die wil daar toch ook nog even een plasje over doen. En dit wordt interessant. Ja, voorzitter, dit moet mij van het hart dat ik het eens ben met de heer Sjoerdsma. En ik vind het niet alleen zwak, ik vind het ook laf dat de heer van Houwelingen geen antwoord geeft op de vraag. Als zijn politiek leider hier ook niet gevaccineerden vergelijkt met Joden die op transport worden gesteld naar quarantainekampen, dan is dat niet anders dan walgelijk en verwerpelijk. Okay. En het is echt heel laf dat u hier niet op reageert, want u loopt weg niet bij de vraag die zojuist is gesteld. Hij vindt het laf, maar hij is ondertussen zelf op Tinder. Zeg je dat? Ja. Terwijl die antwoord is dan wel. Ja. Ja. Dan vond het zelf ook niet heel interessant wat hij zei. Ja. Ja. Maar even goed luisteren wat hij zegt. Hij zegt dus eigenlijk van ja, het is echt van de zotte dat we een vergelijking trekken met de Tweede Wereldoorlog en dat ongevaccineerden in kampen terecht zouden komen. Maar vanaf wanneer zou het dan wel mogen van hem? Weet je wel? Wat moet er dan gebeuren? Dat we zeggen, ja oké, nu mag je de vergelijking wel trekken. Nou, misschien nadat hij dit fragment gezien heeft. It's highly likely that more residents will be transferred to Howard Springs today, either as positive cases or close contacts. We've already identified 38 close contacts in Binjari, and that number will go up. Those 38 are being transferred now. Hoppadee. Ja. Dit is Australië. Oh. Als je daar positief getest bent, of een close contact, nou ja, weet je, dat kan iedereen zijn. Ja. Je krijgt een belletje op. Je krijgt een opmerking in je appje. Jij was een close contact. Je moet je nu melden of we komen je halen. En dan wiepa! Zo. Zit je in de kampen? Misschien kreeg hij zeg maar dat berichtje toen binnen. Toen hij dat... Je hebt het over... Ja, close contact. Ja. Ja. Dus coming to you this winter, Jasper van Dijk.
Ja, het is schrikbarend natuurlijk. En, ze bestaan ook echt. We hebben ook materiaal van een influencer uit Australië. Die na een aantal maanden buitenland dus terug haar land in wil. En die dus in quarantaine moet. En vanaf geloof ik de tweede week of zo wordt zij daar al redelijk vermanend toegesproken door de... Ja, wat is dat eigenlijk? De kampleider. De kampleider. De kampbeul. Kampbeul, ja. Deze dame. Zij heet Morgan Rose Maroney. Zij is blogger, vlogger en fitnessmeisje. Heeft een slordige 945.000 volgers. Je had me al bij fitnessmeisje. Ja. Ja. Nou ja. Je had me al bij kamp. Ja, ja. Ik denk dat ze eigenlijk best knap is, maar ja. Je kunt er niks voor zien. Hey guys, it's Saturday. I haven't filmed anything today. Because I haven't done anything today. It's like 3:30. And this is the first time I've been outside. Actually, no, it's not the first time. This morning I went outside because I got called by the police and got given a written report for not wearing a mask while working out on this veranda. So I am going to be super careful for the rest of the quarantine. Wow. Terwijl ze in quarantaine zit, ja. Gaat ze dus even een beetje oefeningetjes doen op haar verandatje, zonder mondkapje. En krijgt daar ook weer voor op de falie. Want ja, als je buiten helemaal in je eentje sportoefeningetjes doet, dan moet je ook een mondkapje. Maar het enge is dat ze dat hele gebouw, dus dat complex wat je een beetje op de achtergrond, dat ze dat echt gewoon neer hebben gezet. Van, ja. Dat het gewoon nu standaard wordt om naar mensen te sturen. Dat nee, heel... dat is een misselijkmakende vergelijking. Vraag maar aan Jasper van Dijk. Ja. Dat gaat niet gebeuren. Nee, dat is niet zo. Dat is gekke werk. En dat, heel langzaam moeten we wel gaan concluderen dat de groep die zich... die al weggezet worden als wappies, die beginnen nou wel akelig vaak en al anderhalf jaar lang gelijk te krijgen. Ja. Vermoeiend. Ja. Ja. Maar dat woord vergelijking is toch belangrijk om nog uit te leggen dat je, ja, dat weet jij natuurlijk, maar voor de kijkers, je kan vergelijken of je kan iets gelijkstellen. En dat is toch een verschil. Als ik gewoon, ik vergelijk mij met jou, dan zie ik, oh jij bent langer. En, knapper. Knapper. Ja, ga door. En jij liegt minder. Oh, en, ja, dus dat is een vergelijking. Ja. Daar zie je verschillen door. Betrouwbaar. Ja. En een gelijkstelling is dat we gaan kijken wat hetzelfde is. En de FVD heeft een vergelijking gemaakt, maar niet een absolute gelijkstelling. Wel gezegd, er zijn een paar dingen die er erg veel op lijken. Ja. Maar het is niet zo dat we zeggen, het is hetzelfde. Het is even erg of zo. Nou, ja, het is, dat weet ik niet hoe erg het gaat worden. Ja, maar... Dat klopt, zeg maar. Wat je natuurlijk ook zegt. Alleen, het hangt eraf wie de vergelijking doet. Stel, je bent van de FVD. Dan heb je problemen. Ja. Maar als jij gewoon doet en je bent viroloog, weet je nou, in Buitenhof. Met een foto, de rellen in is dit 2021, een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan wordt daar gewoon overheen gepraat en dan is er niks aan de hand. Ik denk dat iedereen het er, hoe erg je nou aan welke kant van het politiek spectrum zit. Iedereen moet toch toegeven dat de afgelopen jaren... Iedere keer als Forum van Democratie ook maar in beeld kwam of zijn mond opendeed, werd er gelijkenissen getrokken met de Tweede Wereldoorlog en met bruinhemden en nazi's en fascisten. En ineens sinds corona er is, mogen we niet meer vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar weet je nou, ik weet niet, hoe heet ze die viroloog? Koopmans. Koopmans, die deed dat met de foto. Ja, zeker. En dat was mishuis. En die mevrouw van de Partij van de Arbeid, die altijd zo bozig is en als een paard tekeer gaat. Die ging gewoon zo overheen praten. Zo van, nou ja, het is lekker weer buiten. Dat vond ik zo raar om te zien. Vond ik, ja. Dan mag je nooit vergelijken met lekker weer dit, vind ik. Nee. Dat is heel anders. Ja. 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 En subjectief. Ja. Ja, dat is heel subjectief. Ja, inderdaad. Regelen vanmorgen pijpensteden. Heerlijk. Ja. Ja. Lekker weer. Maar dus dat, ik vind dat wel, ja. Ja. Ja, maar de kampen komen er dus aan. Ja. Ja. Dat is even, ook leuk voor de kijkers om te weten. Gezellig. Ja. We gaan. Tommy en ik heb gitaar mee. Ja, gitaar mee, vuurtje. Van die marshmallows. Ja, vuurwerk. Oh, ja. Nee, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Vuurwerk mag niet. Ja. Ik dank Tommy voor het bruggetje. Vuurwerk mag niet. Ja. En s'avonds bij Op 1, meen ik? Bij, even kijken hoor. De overheidsprogramma. Op 1. Op 1? Oh.
Ja, ik word een beetje moe van die bruls, die dikke bal gehakt. Die, heb, die praat altijd, die probeert altijd alles tegen te gaan. Die gaat volgens mij in januari met 26 oliebollen zitten van... Even kijken of we die gasten van de vuurweer weer kunnen pakken. Daar zijn we niet bij, hè? Maar meerdere burgemeesters waren hier natuurlijk voor. Hij begint in het helft van het jaar. Maar dus hieruit maak ik op dat jij het niet begrijpt. Nee, ik begrijp het zeker niet. Heel serieus, dus hieruit begrijp je. Dus, weet je, dat zegt hij de hele tijd. Maar wat kan Jeroen van Koningsbrugge van typetjes? Ja. Maar dat is wel een ding. Je hebt dus presentatoren die nog minder getalenteerd zijn dan de presentatoren bij Weltschmerz. Ja. Dus dan moet je mensen aan tafel zetten ze moeten echt zoeken volgens mij naar onder iemand een brug ergens. Die zo makkelijk te framen is weer. Van ja, dat zijn ze. Ja. Dat is het type wat vuurwerk... Maar ook gewoon de man, ik vind het een geweldige kerel, weet je. Dat... André Rieu. Nee, met dat matje, weet je. Geweldige dat was André Rieu ook. Oh, okay. Met dat matje. Oh, ja. André Rieu gebruikt alleen strijkers, hè. Ja. Ik moet hem even doen. Ja, okay. En hij en Tommy, dit is een goede grap, man. Ja, nee, ik ben ook trots. Ja, dat is echt wel leuk. Ja, krijg je nu wel betaald? Okay. Een nieuwe prijs. We gaan gewoon een interne prijs doen. Een interne prijs. En dan doen we geen oorlogs met de oorlogsverleden, maar iemand die iets heel goeds gedaan heeft voor de humor in Nederland. Dat is lastig. Ja, dat wordt lastig. Maar wat ik het mooiste vond van dat fragment, was het feit dat al die andere gasten, zeg maar, echt helemaal dubbel lagen op die gehaktbalopmerking. Ja. Vooral Gommers was echt mooi. Die schrok ook echt dat hij vol in beeld was. Dat hij gewoon bruls had kakken te zetten. Ja, nog één keer kijken, even Gommers. Ja, ik word een beetje moe van die bruls, die dikke bal gehakt. Die praat altijd, die probeert altijd alles tegen te gaan. Zie je hoe die... Ja, maar je ziet het mooi. Want hij ziet natuurlijk dat cameralampje aangaan. Oh, hoppakee. En dan doet hij ook zo mooi. Met deze bek recht. Ja, gelijk poep. Ik kwam er niet meer bij. Goed. Ja. Dat is echt goed. Ja, dat is echt humor voor laag opgeleiden. Dat zie je wel. Ze hebben Gommers eruit nodig. Gommers zekerheid nodig. Gommers met Pepijn. Laten we die bij de jongens thuis. Ja. Ik vind het wel leuk om hem Grommers hier te zien, zeg maar. Grommers. Ja, Grommers. Grommers. Ja. Mooi. Ja. Maar Bruls is niet... elke week om daar iets over te zeggen is irritant. Maar dit klopt toch wel? Nee, ik vind het leuk elke week Bruls. Ja. Nee, kijk. Ja. De man is een dikke bal gehakt. Ja. Ja. Je kan er niks over zeggen. Want je denkt, dan is het te makkelijk om te zeggen dat hij te dik is. Ja. Het schijnt heel lastig geweest zijn met hem te vaccineren. Ze konden zijn schouders niet vinden. Ja. Dat is echt waar. Hij is in zijn tepel gevaccineerd. Ja, dat stak het meeste uit. Ik durf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen... de man is niet gevaccineerd. Nee. Maar Thierry wel, hè? Er gaat een hashtag. Thierry is gevaccineerd. Ja, klopt. Dat heb ik ook gezien dit weekend. En, ja. DKTP ging dat over, denk ik. Ooit. Zo'n kinderplikkie. Ja. Vorige week hadden we een redelijk zorgwekkend item, want Sinterklaas was zoek. Ja. Toen maakte Tommy al een mooie sprong naar, het lijkt het Sinterklaasjournaal wel. Ja, ik heb dus het Sinterklaasjournaal even gekeken, puur uit studie, hè, zeg maar. En het valt mij op, er worden verwijzingen gemaakt naar de politiek. Bijvoorbeeld, Piet kreeg een functie elders. Hè? Nou, ook heel leuk. Maar nu hebben ze dus van de week hadden ze de persco. De Hoofdpiet ging een persco doen. En op een gegeven moment denk ik, ja, waar eindigt dat dan? Waar stopte de ironie? En begrijpen kinderen dat dan nog, weet je wel? En dan heb ik even wat vrienden van de NPO gebeld. En nou heb ik bemachtigd het Sinterklaasjournaal van volgende week. Mm. Dat is misschien wel leuk om dat even te zien. En ik heb het fragmentje in jouw boxje gestopt. Oh, dan ga ik even kijken waar die zit. Ik ben heel benieuwd. Het Sinterklaasjournaal van volgende week? Ja. Ik denk dat dan SKJ is, Sinterklaas. Ja, ja. Gaan we kijken. Het Sinterklaasjournaal Pandemie Editie met Daunigje Lok. Hallo allemaal, daar zijn we weer met het Sinterklaasjournaal, de Pandemie Editie. En vandaag beginnen we met groot nieuws. Piet zat bij het ziekenhuis. Piet, ben je daar? Ja, Daunertje, ik sta voor het ziekenhuis en de lijken die liggen op de grond, ja. Door corona? Door corona, ja, inderdaad. Ja. Omdat de kinderen die wilden niet eten. En als je je groenten niet opeet, dan gebeurt dit, hè.
Dan krijg je oversterfte. En dan hebben we nog geen eens gehad over de IC's. En wat zijn dat dan, IC's? IC's, dat zijn irritante kutkinderen. Kutkinderen schrijven toch met een K? Ik ben dyslectisch, Douwetje. Dankjewel, Spuitpiet. Ik ga zo meteen iemand vol spuiten hier. Dan gaan we over naar een heel ander item. We gaan naar een andere Piet, namelijk de Nationale Saamhorigheid Piet. Ik ben de Nationale Saamhorigheid Piet, oftewel de NSP Piet. En wat moeten kinderen dan precies doen, lieve NSP'er? Nou, die kinderen wegpesten en bespugen en gewoon kapot schoppen. En dat hou ik allemaal bij in het QRS-boek. En is dat er wel GDPR-proof? Oh ja. En dan sluiten we af met het laatste item, namelijk Bram uit Spijkenisse. Die heeft wel een heel bijzondere chocoladeletter gekregen van Sinterklaas. Simone uit Lusjebroek vroeg ook om deze QR-chocoladeletter, maar heeft deze helaas niet gekregen. Ze had wel haar schoen netjes bij de open haard gezet, maar zij zelf stond buiten. Tot zover het Sinterklaasjournaal van de editie. Tot de volgende keer. Ja, moe is uitgelekt nu. Ja. Ik vind wel dat Douwertje er goed uitzag. Ja, Downertje, Lok. Ja. Downertje. Oh, ik had de grap gemist. Ja, dat is een grap inderdaad. Downertje, ja. Lok. Schaam me kapot, joh. Ja, maar ja. Ja, dat is zijn familie. Ik vond het smieken. Want ik kan het niet eraf sminken. Ik wilde nog een compliment maken dat smieken als het goed was. Maar, ja, maar het is echt... Ja. Ja, ik ga me hier een week lang... Nee, maar als mensen nu een opmerking maken op een Zwarte Piet, dan is het wel racistisch. Want hij, ja, dat is hij gewoon natuurlijk. Ja, ik had van lollig vond je een paar roetvegen opgedaan. Nee, had, maar voor geen tijd voor. Nou, we waren uitgeschoten. Ja. Ja. We hebben dat dus niet gedaan, maar dit is het ene, ja. Maar het filmpje echt... Nog steeds geen Sinterklaas trouwens, die is nog steeds zoek, begrijp ik. Die is nog steeds zoek. Ja. Die klopt, ja. Ja, maar ja. Maar goed. Ik gooi me alvast even in, want ik heb er gewoon zin in. Oh. We komen zo nog even bij een paar fragmenten terug. Nee, wacht. Ik wacht nog even. Ik heb er nog eentje die... Ja, als we dan toch zitten te gieren van het lachen. Microsoft. Jullie kennen die club wel. Ja. Nou, ik ken je wel. Ja, ken je die? Ik neem het boek volgende week mee. Ja, okay. Ja, dat gooi ik dan uit de Windows. Ja, Windows inderdaad. Microsoft, zeg maar beroemd is voor het maken van instabiele kut operating systems. Ja. En die zijn nu bezig om die woke-mentaliteit helemaal erin te rammen. Dit is hoe zij presenteren. Ja, kijk maar gewoon. Dit is zeker om te janken. Hello everyone, I'm Natalie Gadilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair and I go by she, her. I'm a product marketing lead here at Microsoft and co-host of the podcast Security Unlocked. With this guy. Yes, that would be me. Hello everyone, I'm Nick Billingham. I'm a Caucasian man with glasses and a beard. I go by he, him, and I'm a security evangelist here at Microsoft. We are so excited to be with... Ze hebben BA ook afgesminkt, zie je. Ja, BA ook gesminkt. Dus gewoon de A-team, hè? Ja, zo jong ben ik niet. Zullen wij vanaf volgende week dit ook gaan doen? Hallo, mijn naam is Erik van der Horst. Yes. Ik ben een blanke, witte man. Ja. En ik ga en ik word dus hij hem genoemd. Ja, het is echt. Maar is dit een soort parodie op de werkelijkheid? Nee, het is echt zo. Oh. Dat had ik ook gedacht. Ja. Dit is bloedserieus. Want ik kom op Instagram heel veel van die profielen tegen waar het ook zo staat, zo see her en zo. Ja. Ja. Op Instagram. Ja, als je dus geen man en vrouw ben, wat ben je dan, zeg maar? Ben Tommy. Tommy, ben je dat? Hoe moet ik jou dan aan? Hoe zei? Blank? Ja, gewoon dat, blank en rijk. Blank en rijk? Nee, maar dan ben je toch they? Als je zoiets. Ja, meervoud. Dan wordt het they en them. Ja, dat is taalkundig heel onhandig. Dan moet je dus zeggen, ik ga naar hun. Oké, dat kan nog. Maar hun heeft mijn boek en hun heeft... Ik ga naar Tommy, want zij hebben taart gebakken. Nee, hun. Hen hebben. Nee, dat is ook niet. Ja, hun want dan, nee, je moet maar je niet kan echt je niet, meervoud. Dus maar je mag, je mag dus niet zeggen, neger, dik en oud. Dat mag niet, zeg maar.
Dat mag dus niet. Ik weet het niet meer. Oud. Ja, dat weet ik oud. Oud. Oud zeer, bedoel je? Oud zeer. Nee, maar, ja. Nee, maar, negen dik opa. Opa, ja. Opa Koen. Ja. Ik ben geen opa. Nee, ben je opa? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Hoe kan dat? Overgroot opa is kan. Hij, ja, dat moet je aan mijn kinderen vragen. Wil je die opa zijn niet zover. Die zijn nog aan het studeren. Zo. Oh, oké. Okay. Die zijn nog aan het doen. Was jij een laadbloeier? Nou, ik hoop dat ik ooit nog eens ga bloeien. Dus ja, het wordt wel een keer tijd. Dat je wat wordt? Dat ik een keer ga bloeien. Ja. Misschien een keer in mijn vingers snijden. Ja, als ik je haar zo zie, gaat dat niet meer bloeien hoor, zeg maar. Nee, je moet er niks meer. Hé, hey, maar even over dat woke, hè. Is daar nog al een vaccin tegen? Want dat lijkt me echt wel een enorm virus. Ja. Dit is echt een pandemie, dat woke. Wat gaan we er tegen doen? Ik las het verkeerd, woke. Ik zag de hele tijd wok. Oh, lekker, lekker. Ik ben wok, oké. Okay. Ja, maar, halen. Maar dat kan wel, want je hebt ook mensen die zijn pan. Pan, dus dat, ja. Woke, pan. Dan weer samen. Ja. Demi, dus de helft. Ja. Pan, ja. Demi. Ja. Nee, woke pandemie. Pan. Nee, maar nu, verzinnen. Ja. Wat gaan we doen tegen die hele woke-mentaliteit? Hoe krijgen we dat er weer uit? Uitlachen er nooit meer uit. Waarom moet het eruit? Als die mensen dat doen, dan doen ze dat toch? Dat is de manier om... Ik heb er geen last van. Nou. Spraken zijn voor. Krijg je uit, man. Ik heb er geen last van als andere mensen zich anders willen noemen. Alleen dat ze jou gaan bestraffen of kwaad worden als jij het fout zegt. Ja, dat vind ik niet goed. Ja, maar ook op het toilet. Ik wil gewoon met mannen onder elkaar lekker een scheet kunnen laten. En nu ineens moet je met z'n allen op dezelfde pot. Ja, nou, niet tegelijk, ja. Maar je snapt het wel. Nou, volgens mij is dat vooruitgang als jij naar de vrouwenwc mag. Maar je hebt nu... er is geen vrouwenwc meer, toch? Nee, maar oké. Okay. Maar er is dus een transgender toilet. Die hebben ze nu tegenwoordig. Dus mannen, vrouwen en een transgender toilet. Ik ben daar geweest. Dat was op Schiphol. En dat is helemaal ondergescheten en gepist. Want, doen ze dat, ja? Want die transgenders wisten niet of ze moesten zitten of staan. Oh ja. Ja, dat heb je natuurlijk. Dat is echt waar. Die wisten dat gewoon niet meer. Wat moet ik doen? Nou ja. Ja. Het is echt gebeurd. Ellende. Ja. Mensen hebben het nadat nou, ik maar, geweest was. Ja, maar hij is zwart, dus hij gaat sowieso schoonmaken. Ja. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Ja. Ja. Zit in de genen, hè? Ja, poetsen. Ja, dat mag je wel zeggen nog. Dat mag je wel zeggen. Dat mag nog. Ja. Hun negen ging schoonmaken, dat mag je zeggen. Ja. Nou, we zien ze niet genoeg op de alternatieve media, vind ik. Dus wij gaan even kijken naar Peppy en Kokkie. Oh. Dat maakt ook dat je niet overnight of uit voorzorg of voor de zekerheid tot een lockdown kunt besluiten. De effecten van lockdownachtige maatregelen zijn gigantisch voor de economie, voor onze jongeren, voor iedereen in Nederland. Dus die moet je alleen nemen als je ook echt zeker weet dat je ze moet nemen. Maar neemt u van mij aan, dan zullen we niet aarzelen. Wanneer was dit? Dit was gisteren of eergisteren. Oh. Ja. Oh. Het klinkt als het zo, voor de lockdown. Zo, maar het leuke is, het duurde 22 minuten wat ze gingen uitleggen. En de NOS, het meisje van de NOS, die ging ook kritische vragen stellen, zeg maar. Je bent mijn ding. Ja, nee, ja, sorry. Dat was mijn dingetje, toch? Dingetje. Maar goed, die ging, en dat hebben ze dus, dat hebben ze de NOS eruit geknipt, zeg maar. Zeg, ja, maar wanneer, ze zei ze van, wanneer zijn de cijfers nou, dat het gewoon, wat moeten we dan aantikken om dit te laten stoppen? Dan, ja, nee, dat doet Hugo, praat erover, de hele tijd. Dat vond ik wel goed. Ja. Ja. Ja, en het mooie is, dit klinkt bijna alsof ze het beste met ons voor hebben. Nee. Maar dit is natuurlijk weer een mindfuck van je welste. Want nee, er moet wel echt heel wat aan de hand zijn voordat we weer maatregelen nemen. Maar... Dan zullen we niet aarzelen. Ja. Dan zullen we niet aarzelen. Wat zijn de maatregelen, denk je? Dat Australische kamp, dat lijkt mij... Deporteren. Aanstaande week? Dat is toch mijn vraag altijd? Ja, aanstaande week. Tot zover. Volgende keer beter. Denk je dat het volgende week al komt? De kampen. Dat kampidee, ja. Zijn ze er al? Dat hebben we ze al ergens. Nou, we weten al sinds vorig jaar dat ze in Groningen 2 bedden hebben voor ja, maar voor met wij mensen zijn wel met z'n drieën of vieren. Oh ja. Ja, maar ja. Het wel een beetje zelf blijven. Ja. Ja. Mijn vraag is alleen, is er wifi? Dat is het enige... Ja. Wat ga je ermee doen? Gewoon game. Er is wifi. Alleen, dat is wel zo. Totdat de kill switch wordt overgehaald. Ik denk dat er alleen kabel tv is. 3 zenders. 3 zenders. Ja. Ja. Weet allemaal welke. Ja. Ja. Nee, zeg het eens. Nederland 1, en daarna weet ik het niet meer. Nederland 2. En de hele tijd een gemaskerde zinger krijg je te zien. Ja. 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 Ja, ik heb al zo lang geen tv gekeken dat ik nu echt moet nadenken waar dit over gaat. Ah, dat is lang. De Masked Singer. Je kent het wel. Ja, het is een Japans concept, toch? Dan moet je raden wie er in het pak zit. Dan moet je raden welke non-talent er in het pak zit. Ja. Ja.
Dat is het. Dat kunnen wij ook wel doen met comedians. Ja, in Tommy zit Wendy van Dijk. Inderdaad. Nee, maar ik vind het echt leuk. Dan gaan we dat boven doen, waar we ook de Comedy Club gaan doen. En dan stoppen we jullie in een pak. En dan moeten mensen raden welk talentloos stand-up comedian er in het pak zit. Oh ja. Leuk. Zal ik in het pak doen? Dat moet je dus niet zeggen, want dan weten we er al. Ze moet het raden. Oké, ik doe het in mijn hand. Jij moet raden welke hand. In deze hand. Dat is wat je doet. Ja. Concept nog niet. Chris, het is jouw beurt om mij te vertellen wat wij... ik sla deze vraag even over. Volgende week al kampen? Nee, ik denk het niet. Maar wel voor de kerst. Je moet toch helemaal opzetten, kerst, die tent. En ik weet hoe moeilijk het is. Ja, kerst mag niet plaatsvinden. Want mensen thuis. Alles wat leuk is en wat gezellig is, daar hebben ze een zekel aan. Ja. Dus voor de kerst krijgen we de deksel. Ja, tuurlijk. Hey, jouw beurt. Volgende week in het nieuws. Ik denk dat volgende week in het nieuws is het weer rellen. Dat elk weekend gaat. En waarom nu? Nou, dat is gewoon elk weekend. Maar het was vuurwerk. En wat gaat er aanleiding volgende week zijn? Iemand glijdt uit in de badkamer. Dan is het gelijk. Dat mag niet! Dat mag niet, weet je. Ja. En in de haven. Want de havenmedewerkers, dat moet ik dat ook... die zetten gewoon... We gaan gewoon naar huis en we gaan staken. En dat is dan op Facebook en op Instagram. En zie je al die beelden en zo. En dat zijn echte helden. En dan hoor je de NOS helemaal niks over. Dus ik hoop dat meer in het nieuws komt. Dat mensen ook gaan zien van de havengasten. Dat ze voor ons knokken. En dan betekent wel dat we... Ja, met kerst in ieder geval moeten eten op kuppensoep. Of nu boodschappen doen. Nu boodschappen gaan doen. Kerst lekker eten. Ja. Ja. Want ik denk dat we dat echt naartoe gaan. Onze haven dicht is. Dan komt de drugs ook niet meer binnen. Maar dat is het eerste waar jij aan denkt. Ik maakte me heel even zorgen van, is het wel slim om te zeggen dat we nu boodschappen moeten doen? Want dan gaat iedereen het doen, maar dat valt wel mee. Als wij volgende week gaan en zij gaan nu. Het valt sowieso mee, het zijn alleen de poppenkastkijkers die dit horen. Die vijf mensen kunnen we wel aan. Precies. Ja. Ja. Vier, sorry, het zijn vier. Tegen niemand zeggen. Niet doorvertellen. Dat denk ik dat dat gaat gebeuren. Ja. Ik heb nog wel één fragmentje in de aanbieding. Ja, ik was nog niet klaar. Opmerkelijke... Vera Bergkamp. Die Vera, ja. Ja. Ja, moet je... Dat is toch wel grappig als voorzitter van de Tweede Kamer. Ik had hem als uitsmijter willen gebruiken, maar... Maar dat doe ik. Ik vertel de clue gelijk. Ja, luister goed. Goed luisteren. Wat ik wel belangrijk vind, en dat was ook de porté van mijn boodschap vanavond, dat het belangrijk is om nee te zeggen tegen antisemitisme, nee te zeggen tegen democratie, respect te hebben voor onze grondwet. Hè? Ja. Nog één keer doen, voor wie het gemist heeft. Kijk, waar is hij nou? Nummer 6. Wat ik wel belangrijk vind, en dat was ook de porté van mijn boodschap vanavond, dat het belangrijk is om nee te zeggen tegen antisemitisme, nee te zeggen tegen democratie. Ja, en daarna tegen de grondwet. Dus die twee dingen gaan natuurlijk tegen elkaar in, maar dat beseft... Nou ja, we hebben geen constitutioneel hof, dus je kunt rustig ja tegen de grondwet zetten. Als je dan de democratie afschaft, tegen de democratie. Dan heb je nakijken. Dat is zo, ja. Maar ik denk dat zij dat wel... Ja. Maar, want zij is er tegen. Het zegt tegen de democratie. Dat maakt ze echt een bewuste, het is een bewuste fout, dat hoop ik. Een bewuste slip of the tongue. Ja, dat van, dat natuurlijk in die meetings met Rutte, de democratie bestaat niet. En dan, dat in je hoofd. Doen ze niet voor democratie. Het is programmeren. En dan doen ze die hamer zo op hun hoofd. En dan, dat ga ik ook gebruiken. Zo gebeurt dat dan. Jij moet de politiek in. Ja. Jij weet hoe het werkt. Hij kent het spelletje. Ja. Ja, dat is dus hoe D66... Is zelfs de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, nee zeggen tegen democratie. Ja, maar dan mogen dus ook niet meer stemmen op haar. Dus dan nee, je hoeft niet meer te stemmen dan, hè? Nee, maar zijn ze niet demissionair en zo allemaal nu? Nee, de voorzitter niet. Oh, nee. Okay. Nee, alleen het kabinet is demissionair. Oké. Okay. De Kamer doet niet mee. Oké. Leggen we in de volgende aflevering uit. Ja. Doe ik een andere uitsmijter. Voordat we de laatste rondje langs wat er verder ter tafel komt gaan doen. Ja. Michael Gunner, dat is de chief minister van het noorden van Australië. Die heeft de definitie van antivaxer opnieuw vormgegeven. If you are anti-mandate, you are absolutely anti-vax. I don't care what your personal vaccination status is. Anti-wat in het begin, zei hij? If you're anti-mandate, you're anti-vax. Dus, dus als je niet... Als je niet doet wat je gezegd wordt, dan word je als een antivaxer beschouwd. Hup, de kamp in! Ja.
Dus iedereen die tegen vaccinatieplicht is, is een antivaxxer. En die moet die kamp in. Althans, dat zegt hij niet, maar dat, ja, dan word je dat al een nog, beetje... Dat was ook nog een langer fragmentje. Dat is verdwenen, begrijp ik. Ja, ik denk, ik hou hem lekker kort. Je hebt behoorlijk geknipt, ja. Er zijn ook gewoon heel veel mensen die gevaccineerd zijn en die wel tegen de verplichting zijn. Zeker. Die ook tegen dan, dan ben je antivaxxer. Ben je antivaxxer, gevaccineerde antivaxxer ben je dan, zeg maar. Tegen de maatregelen is antivaxxer. Ja. Het lijkt de World Health Organization wel, die ook eventjes zo, zonder dat iemand het door had, de definitie van herd immunity, oftewel groepsimmuniteit, veranderde. Ja, precies. Vroeger was dat volgens de WHO zelf, dat er genoeg mensen besmet waren en weer genezen. Dan, en dat mocht ook met behulp van vaccinatie. En vorig jaar september, zeg ik uit mijn hoofd, is ineens die definitie veranderd. Groepsimmuniteit is een gevolg van vaccinatie. Ja. Punt. Dat is de enige optie nog. Ja. Dat je het maar vast weet. Ja. Zo, lekker positieve vrouw. Ja, lekker positieve vrouw. Maar aan de hand, ik vind het wel een goed, eigenlijk, er komt ook wel op een goed idee. Zullen we anders een wereldgezondheidsorganisatie oprichten die onafhankelijk is? Wat vinden we daarvan? Zou dat kunnen werken? Ja. Ja, je kijkt ons aan dat wij dat gaan regelen in het weekend. Voor volgende week. Maar ik heb ook ik moet ook mailtjes kijken. Ja, ik moet tennis. Ja, maar ik snap wat je zegt. Een WHO die niet onder de VN valt. Ja, en niet volledig gefinancierd wordt door Pharma. Ja, en niet met Bill Gates als hoofdsponsor. Ja. Misschien dat daar wel beter advies uit kan komen. Ik weet niet hoor. Ik bedoel, ik ben natuurlijk geen arts. En al helemaal geen viroloog. Nee, we moeten ons eigenlijk niet mee bezighouden. Nee. Want dat weet een antivaxxer. Koopmans en nou is veel beter. Nou, even om er leuk uit te gaan. Maak even een grap. Oh, jeetje. Nou, je had nog één filmpje. Of werkt dat zo niet? Een filmpje met die mensen die een mondkapje op moesten. En dat ook dan netjes deden. Met die mondkapjes op? Ja, die deden een mondkapje op en die ging dan naar buiten. Oh, nee, ik weet welke je bedoelt. Dat was Spanje. Oh ja, dat was Spanje. Nee, dat filmpje dat hebben we niet voorbereid. Doe volgende week. We kunnen hem wel, wat we doen, we plakken hem achter onze outro. Ja, ik vond het heel leuk. Dan gaan we niet zeggen wat is met... Dan gaan we er niks over zeggen. Maar dat is echt leuk. Maar in Spanje hebben mensen te horen gekregen dat ze enkel nog met een mondkapje naar buiten moeten. En daar hebben ze gehoor aan gegeven. En dat doen ze, dat die Spanje. Na de outro, dus ik ga zo meteen de mensen gedag zeggen... Dan komt er een heel kort... Ja. Dan doen we hem. En dan heb je 10 minuten Jonathan in beeld. Zoals vorige week. Ja, een column. Ja. Een heel boze column ook. Ja. Ik dacht dat het een oproepje was van 30 seconden. En dan, kom nou als een comedy show, heel snel. Ja. Ja. Het was ook uitverkocht in één keer. Ook. Zonnetje naar huis. Wordt er ook gelachen? Wordt er ook gelachen? Dus op dat niveau is ga ik heen. Ja. Mooi. Mensen, mocht de comedy club van Jonathan echt tegenvallen, kom een keertje bij Poppenkast TV in het publiek zitten. Dat kan. Even een mailtje naar redactie@weltschmerz.nl en wie weet ben je erbij. En als je niet komt, ben je anti-comedy. Ja, als je niet, als je niet aanmeldt, ben je anti-comedy. Zo doen we het. Tot volgende week. Hopelijk dan weer een beetje beter. Hello.